Wij zijn hier op het kanaal Gent-Terneuzen in Gent, Zelzaten om precies te zijn, waar wij gaan monsters nemen van de waterbodem. Ik ben teammanager van onze drillingafdeling. Bij Geosonde hebben we 3 afdelingen, CPT, drilling en measurement en sampling. Geosonde is een bedrijf actief in bodemonderzoek. Dat doen wij in 3 disciplines, milieu, geotechniek en archeologie. Wij zijn hier ingeschakeld of gevraagd door een studiebureau die ons gevraagd hebben om de waterbodem te gaan bemonsteren. Dus dat is wat we vandaag aan het doen zijn. Wij moeten stalen nemen van 5 meter waterbodem onder de waterkolom hier. Ja. De waterkolom verschilt per locatie, maar hier is ze 10,20 meter. Dus gaan we vanaf dek 1,40 meter zitten we dan op waterkolom en vanaf dan 10,20 meter, dan gaan we 5 meter gaan bemonsteren eigenlijk. Daarvoor gebruiken we onze SRS-ML, dus een small rotosonic op een ML-onderstel, in combinatie met de Aqualock 70 tooling. 2 redenen, 1 omdat we het graag sonisch zouden doen en 2 omdat we het graag met het Aqualock boorsysteem zouden doen. Aqualock, waarom? Het is een sampling systeem dat je gesloten tot een bepaalde diepte kan zetten en dan kan openzetten en bemonsteren. En waarom Sonic? Is omdat we hebben verschillende technieken in-house. En met Sonic hebben wij gewoon de mooiste recuperatie. In nogal zachte formaties, wat dat hier wel het slip is, hebben wij met sonische trilling eigenlijk de beste recuperatie, het minste compactie eigenlijk. Dus de mooiste monsters die we daarmee bovenhalen. Ja, inderdaad. Het is iets wat wij niet zo heel veel doen hier in België, maar wat dat wel kan. Met Aqualock, met Sonic, met pontons en dergelijke meer. Dus wordt ook meer en meer gevraagd omdat het een snelle techniek is om toch een screening of monsters te hebben van de waterbodem eigenlijk.